gaan we buiten spelen. Ouderwets cowboytje en indiaantje. Nou, dat mag tegenwoordig om allerlei gevoelige redenen niet meer. Maar wij mogen het gelukkig wel. Wij gaan vandaag buiten spelen met de Indian Scout Bobber. Wat mij betreft nu al de mooiste van de familie Indian. En met zo'n fraaie motor zoek je natuurlijk een machtig mooie plek op. De fraaie Kop van Zuid in dat ruige Rotterdam. Vooropgesteld over die looks. Wat mij betreft is de eerste gang naar de dealer al gemaakt als je hem alleen maar ziet staan. Want het ding ziet eruit om door een ringetje te halen. Ik vind het persoonlijk prachtig. Maar ja, moet natuurlijk ook nog mee gereden worden. Nou, weet je, zo'n bobber koop je natuurlijk niet om er als een bezetene mee door de bochten te jakkeren. Nee, zo'n bobber koop je omdat hij cool is, omdat hij jou cool staat en omdat je daar lekker een beetje mee wil cruisen, een beetje over de boulevard heen wil. Daarvoor is zo'n ding. Nou, en daarvoor is deze bobber ook hartstikke geschikt. Mits het asfalt aan alle kanten al glad is. Want het moet worden gezegd, die achtervering die is aangepast. Nou, misschien dat je 2-3 centimeter veerweg hebt. Wat dus betekent dat op het moment dat je over een hobbel gaat of door een kuil heen gaat, ja, moet je oppassen dat je niet 30 centimeter gelanceerd wordt. Dat is wel wat er gebeurt. Aan de voorkant is er weinig aan de hand. Weet je, die voorvering die pakt alles probleemloos op. Maar het is een fiets. Ja, hij is ervoor gemaakt om te relaxen. Tuurlijk, hij is wat sportiever dan de andere Indian Scouts. Het stuurtje staat wat verder naar voren. De voeten komen wat verder naar achteren. Maar puntje bij paaltje, zit je op deze fiets niet als op een sportfiets. Dat betekent dus ook dat je boven de 120 km per uur bijvoorbeeld, ja, dan waai je er best wel af. Dat is verder niet erg, maar beter pak je gewoon een paar gave binnenwegen en met een gangetje van 80-90, een paar mooie vloeiende bochten, dan heb je het echt naar je zin. Maar ja, genoeg geluld. We gaan nog een stukje rijden. Op naar de binnenwegen. Genieten op het platteland. We gaan lekker de polder in. Onwijs lekker gereden vandaag op van die oer-Hollandse polderwegen. En eerlijk is eerlijk, daar is die Indian toch een stuk beter, komt hij een stuk beter tot zijn recht dan midden in de stad. Ja, en dan die motor. Die motor is bij uitstek geschikt voor rijdagen zoals deze. Lange doordraaiers, prachtige wegen, glad asfalt. Dan kan ik me geen betere fiets wensen als de Indian. Hij remt afdoende, maar soms zou ik toch net even op zoek zijn naar wat extra bite. En ja, dat werkt gewoon goed als je er een extra schijf bij hebt. Als ik toch ergens gelukkig van word, is het van dat 1130cc grote V-twinblok. Wat een ontzettend soepel, meegaand motorfietsblok is dit. Die heerlijke V-twin levert dan ook maar liefst 100 pk en 98 Nm koppel. Daar kun je mee aankomen. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat ik deze Indian gewoon mee wil nemen naar huis. Ik wil hem in mijn woonkamer zetten, ik wil de tv uitdoen, ik wil een biertje uit de koelkast pakken en ik wil er gewoon even naar gaan zitten kijken. Sterker nog, het maakt eigenlijk niet eens uit waar ik ben. Deze fiets is overal mooi. En daarbij is het ook nog eens een keer een heerlijke rijdersfiets, mits je weet waar je er het beste van kunt genieten.